Dit is het RTV Nieuws van maandag 4 februari met daarin burgemeester Wiene reageert op de plannen van Tripodia en de Brouwerstraat wordt dit jaar opnieuw ingericht. Wat vinden de bewoners daarvan? En mochten we het nog gemist hebben, koningin Beatrix treedt af op 30 april. Wij vroegen burgemeester Wiene en de Oranje Vereniging om een reactie. Dit is het RTV Nieuws. In de raadsvergadering van 14 januari liet directeur Kees Wassenaar van Tripodia weten meer te voelen voor een grote renovatie van zijn zalencentrum dan in de bouw van een extra kleiner theater bij de nieuwe centrale bibliotheek in het dorpscentrum. Dit tot verbijstering van burgemeester Wiene. Ik was heel erg verrast omdat wij hadden dit van tevoren besproken en toen was de reactie totaal anders. Dus als je dan zonder enige vooraankondiging geconfronteerd wordt met een heel verrassende reactie, dat verbaast. En vervolgens hebben we gezegd, het is verstandig om als een partij die zo'n belangrijke rol speelt in het proces met deze opmerkingen komt, om die goed te bestuderen. Dus dat hebben we gedaan de afgelopen weken, 2 weken. Wij gaan nu als college aan de slag om te kijken van wat voor reactie geven we daarop. En daarna gaan we het met de raad verder bespreken. Dus inhoudelijk kan ik er nu nog niks over zeggen, behalve dan dat we terdege alles bekeken hebben wat er is ingebracht. En dat we gaan kijken van wat betekent dat voor de ideeën die we hadden. Zitten de elementen in waar we echt wat mee moeten en waar zijn we het gewoon mee oneens en geven we de argumenten daarvoor. Maar dat moet het college nog doen. Voor onze camera zei meneer Wassenaar, ik heb het toch duidelijk al een aantal malen aangegeven aan het college, ze wisten het. Nee, ik denk hij haalt 2 dingen door elkaar. Hij heeft in het verleden plannen gemaakt voor investeringen in het bestaande Tripodia. En ik kan me voorstellen dat hij zegt van ja, het college wist toch wel dat ik dat heel graag wilde. Alleen, het punt is, we zijn op een gegeven moment heb ik hem uitgenodigd en heb gezegd van nou, we hebben deze studies laten doen, daar kwam dit uit. En dat betekent dat we met Tripodia een bepaalde kant uit zouden kunnen gaan en dat we bij de bibliotheek een extra zaal kunnen bouwen en dat zouden jullie een bepaalde programmering in kunnen doen. Hoe sta je daar tegenover? Nou, toen zei hij van ja, het ziet er echt hartstikke goed uit en daar willen wij graag bij betrokken zijn. Nu heeft hij achteraf uitgelegd van eigenlijk bedoelde ik van ik heb eigenlijk een andere voorkeur, maar als het dit wordt dan wil ik er wel bij betrokken zijn. Maar zo is het niet gezegd en zo heb ik het in ieder geval ook absoluut niet begrepen. En ook niet de ambtenaren die erbij betrokken waren. Dus laten we het er maar op houden dat dat dan een duidelijke vorm van miscommunicatie is. 14 februari komt het weer op de agenda? Ja, wat ons betreft wel. Dat hebben we toegezegd. En ik denk dat wij erin slagen om tijdig een stuk aan de raad aan te leveren waarin we onze reactie geven. En dan kan de raad daar verder over spreken. Omdat vanaf medio februari werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de herinrichting van de Brouwerstraat, is er onlangs een informatieavond gehouden. Alle aspecten die verband houden met de aanpassingen kwamen aan bod. Verkeersmaatregelen, veiligheid, bereikbaarheid, parkeerplaatsen en wat zijn eigenlijk de gevolgen van de werkzaamheden. De aanwezige medewerkers van de gemeente werden geconfronteerd met heel wat discussies, vragen en kritische opmerkingen. De nieuwe plannen die er zo liggen vind ik er eigenlijk niet op vooruit gaan. Ik vind onder andere voor de kinderen, als die oversteekplaatsen verdwijnen, vind ik er eigenlijk wel onveiliger op worden. En die verkeerslichten dat die weg verdwijnen, dat het voor die kinderen onder andere onveiliger wordt. Okay. In het gebied horen geen verkeerslichten te staan. Ja. In een 30 kilometer horen zelfs geen zebra's opgenomen te worden. Ja. Is dat bij wet geregeld dan? Is dat bij wet geregeld? Nou, bij wet, het wordt niet verboden. Oké, okay. Dan is het toch een goede tip om dat dan aan te leggen? Nee, maar die tip die hebben wij al lang overgenomen. Ja. Wij hebben gezegd dat we op bepaalde plekken overwegen om een zebra aan te leggen, maar geen verkeerslicht. Geen verkeerslicht, nee. Nee. Dat is toch een grote zorg, ook de herinrichting en de fietspaden die anders liggen. Men is toch bang voor gevaarlijke situaties. Ja, maar dat weet ik en we hebben daarover behoorlijk wat expertise uit ook andere gebieden. Waar wij gewoon weten dat als je eenmaal een 30 kilometer gebied hebt aangelegd, dan daar hoort bij dat je geen fietsstroken hebt. Fietsen maken gewoon onderdeel uit van het totale weggebruik. Ook de voetgangers.
En dat is echt een kwestie van dat men ook gewoon zich houdt aan de regels. Nou, dat is, en dat is ook zo. En als we op een gegeven moment zullen zien, want we zijn van plan in de toekomst ook nog een school te gaan bouwen in De Hoorn. Dat ligt dus aan de andere kant van de Brouwerszaal, achter de Collegiantenstraat. En we willen zeker bezien in hoeverre het dan nuttig en wenselijk is om bij één straat, waar verwacht wordt dat dan veel kinderen zullen oversteken, om daar dan ook te beoordelen in hoeverre het dan nuttig of nodig of wenselijk is om wel iets met een verkeerslicht of een soort andere manier van veilig oversteken. Want het heeft natuurlijk geen zin om te wachten tot er wat ongelukken gebeuren. Want dan, Nee, dat willen we ook zeker niet. Dat willen we ook zeker niet. En vooral bezorgd om het feit van dat wij de nieuwe situatie gaan versmallen en dat ze dan denken dat toch al het vrachtverkeer eigenlijk nog door de straat heen komt. En waar ze met name nu bezorgd om zijn, dat is dat wij delen van de Brouwerstraat gaan afsluiten, omdat we anders het werk gewoon niet kunnen gaan maken. Hoe de mensen dus bevoorraad en de winkels bevoorraad kunnen gaan worden en dat soort vragen meer. Maar goed. Er waren toch nog enkele pittige punten die besproken moesten worden. Het werk wordt namelijk in 3 fasen gedaan. En in elke fase wordt de Brouwerstraat afgesloten. Wij kunnen het dorp niet in en ik vind het niet erg om wat ze de afgelopen maanden hebben gedaan. Als ze de helft afsluiten, dat ik een kwartier eerder wegga, dat we weten dat er wat vertraging is. Dat hoort erbij, dat hoort bij werkzaamheden. Ja. Maar volledig afsluiten zorgt ervoor dat je echt niks meer kan. Het is gewoon een infarct van de grootste slagader in Rijnsburg. Ik ken niet de exacte overwegingen waarom we niet op een andere wijze dit zouden kunnen regelen. Okay. En het kan heel goed zijn dat het zoveel technische belemmeringen heeft dat het daarvoor gekozen is. Maar wat ik vind is dat hadden we natuurlijk veel beter moeten communiceren. De wethouder geeft hier dus toe dat de voorbereidingen niet de schoonheidsprijs verdienen. Er zijn heel wat zorgen bij de omwonenden. Grote zorg is dat we gewoon echt Rijnsburg niet meer kunnen bereiken. Dat mijn kinderen gewoon te laat zijn, te laat op school komen. Dat is gewoon niet de bedoeling. Daar gaat het met name om. Oké, okay, ja, misschien een vervelende vraag, maar dat betekent een kwestie van op tijd weggaan. Ja, hoe komt het dat ze te laat komen? Omdat ik eerst naar Noordwijk moet om de 1 af te leveren. Die kan naar 19:15 naar binnen, dus dat is geregeld. Okay. Maar dan moet ik vervolgens vanaf Noordwijk zien in het dorp te komen. En waarom kunt u het dorp niet in? Omdat het vanaf de brug dicht gaat. Ja, het verkeer neemt enkel maar toe natuurlijk. Ja, en die, voor ons allemaal en ook onder andere ook voor de kinderen, dat het toch ook allemaal wel veilige toestand blijft. Ja. Dus dat is je grootste zorg, de kinderen? Ja, ook wel. Onder andere, ja. Toch wel. Oké, okay, wat zou u het liefst eigenlijk nu, als u zegt van nou, ik mag iets veranderen, wat zou u nu het liefst veranderen? Ja, goed, dat daar het verkeer toch wel wat rustiger zou moeten rijden door die Brouwerstraat, onder andere. Maar onder andere toch ook wel die oversteekplaatsen. Maar is er een rijlicht aan de chauffeurs? Ja, maar ja, goed, die chauffeurs die moet je wel temperen natuurlijk. Logisch hè, dat je zegt, voor mij moet ook gewoon 30 kilometer zone maken. Nu het belang van de bewoners voor ogen. En we hebben ook in de voortrajecten heel uitdrukkelijk wel gecommuniceerd over het feit dat het heel lastig wordt om via de Brouwerstraat naar het bedrijventerrein in het Heen. Maar ook onze Klei Oost en Kloosterschuur. Vinkenweggebied, het agrobusinessgebied, dat een lastig element wordt. En dat, daar zijn de mensen op zich al lang voor gewaarschuwd. We hebben al in veel eerdere stadia hebben we daar ook discussies over gevoerd. Ja. Hoe, ook met de ondernemers. Ja. Maar komt er een oplossing op korte termijn voor die hele afsluiting? Nou, dat weet ik niet, want ik wil daar eerst eens even met de aannemer en onze projectontwikkelaar of projectmanager overleg over plegen. Ja. De planning is om eind juli met de herinrichting van de Brouwerstraat klaar te zijn. Daarna is het volgende project, de herinrichting van de Oegstgeesterweg, aan de beurt. Deze start begin 2014. Tijdens de raadsvergadering presenteerden de wijkregisseurs de zogenaamde wijkbarometer. Per wijk worden gesignaleerde problemen in kaart gebracht. Daarna wordt er met verschillende partners naar oplossingen gezocht en gevonden. De wijkbarometer is een bak vol met statistische gegevens, op basis waarvan we proberen te bepalen samen met allemaal samenwerkingspartners
voor welke thema's we nou in welke wijken de meeste aandacht moeten gaan besteden. En die gegevens zijn vaak afkomstig bij burgers vandaan. Dus het is al een signaal van de burger waarmee we aan het werk gaan. Dan moet je denken aan enquêtemateriaal, aan politiegegevens, aan gegevens bij gemeenten uit de meldingen van de openbare ruimte. Allerlei gegevens die bij de burger vandaan komen worden gebruikt om de prioriteiten te stellen in de wijken. Waarom was dat dan nodig? Een gemeente is nogal eens een keertje geneigd om vooral beleid vast te stellen voor een hele gemeente. En dat is ook op zich prima. Alleen problematiek doet zich natuurlijk niet altijd in heel de gemeente voor. Dus je gaat daar aan het werk waar het probleem zich afspeelt. Dan zijn de gegevens verzameld en hoe gaat het dan verder in zijn werk? Die zijn verzameld. Dan gaan wij om tafel, dat noemen we dan in een wijktafel met heel veel betrokken partijen. Moet je denken aan politie, aan welzijnswerk, woningbouw, intern ook de nodige partijen, de wijkraden niet te vergeten. Gaan we op basis van die gegevens met elkaar dan discussiëren welke thema's gaan we dit jaar aanpakken. Als die thema's er zijn, dan gaan we vervolgens kijken, oké, dan gaan we wat wij dan noemen wijktafels inrichten of thematafels. En dan gaan we per thema gaan we een werkgroep formeren die waar de samenstelling aansluit bij het thema wat je wil gaan doen. Als je het over verkeer gaat hebben, dan zit daar natuurlijk VVN bij, dan zit daar natuurlijk de politie bij. En dan zitten er interne collega's van verkeer bij, er zit ook de wijkraad erbij. En dan ga je kijken, wat zouden we nou moeten doen op basis van die gegevens om verbetering in de situatie aan te brengen. Dus dat leidt tot actieplannen. Die actieplannen ga je vervolgens proberen uit te voeren. Dat doe je ook niet zelfstandig. Daar zitten ook plannen bij waar de burger bij betrokken wordt, waar de politie bij betrokken wordt, waar weer andere partijen bij betrokken worden. Die als die alleen maar aan de in de thematafel hebben gezeten, dan ga je ze uitvoeren. En als ze uitgevoerd zijn, dan hoop je dat dat uiteindelijk ertoe leidt dat die cijfers die voor een bepaalde wijk slecht waren, dat die beter worden, zodat je een volgende keer ziet, hé jongens, we hebben het nodig aan inzet gepleegd en we zien ook dat op die thema's burgers tevredener zijn, bij verkeer bijvoorbeeld minder ongevallen gebeuren of in ieder geval de gegevens daarover beter worden. Dus op basis daarvan probeer je aan de achterkant weer te kijken, heeft het daadwerkelijk effect gehad? Kan de burger ook de wijkbarometer zien? Op dit moment kan dat nog niet. We hopen wel, het is een instrument in ontwikkeling, dus we willen daar nog wel de nodige inspanning aan doen om het te verbeteren. En het is wel onze bedoeling om die uiteindelijk op internet beschikbaar te maken. Maar op dit moment kan dat nog niet, zover zijn we nog niet. Wordt vervolgd dus. Het kan u niet ontgaan zijn, het moment dat koningin Beatrix vorige week bekend maakte dat zij op 30 april aanstaande zou aftreden. Alhoewel er over het moment van de troonswisseling al jarenlang werd gespeculeerd, kwam het bericht ook voor burgemeester Wiene als een grote verrassing. Ja, dat moment was absoluut een verrassing. Er is de afgelopen jaren regelmatig over gespeculeerd. Eerlijk gezegd vond ik dat erg irritant, want ik vind we hebben een fantastische koningin en ik vind laat het gewoon aan haar en ga er niet over speculeren. Maar juist nu was die speculatie eigenlijk verstomd. Iedereen zag van joh, ze is nog zo vitaal en ze doet het met zoveel elan. Dus nu hoorde je niks en toen kwam ze. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de prins van Oranje. Wat is uw indruk van Beatrix als koningin? Ik vind het echt een hele goede koningin. Iemand die, dat hoor je van iedereen, maar dat heb ik ook zelf ervaren. Iemand die heel goed weet wat er allemaal speelt. Als ze hier komt of als je er over een bepaald onderwerp spreekt, dan is ze buitengewoon goed geïnformeerd. Stelt hele wezenlijke vragen. Ik vind dat altijd indrukwekkend om mee te maken. Ze straalt een bepaalde waardigheid uit. En ze straalt ook een hele grote warmte uit. Ik heb in een bepaalde fase me heel erg verbaasd over de beeldvorming, dat ze afstandelijk en cool zou zijn. Terwijl ik alle keren dat ik haar heb meegemaakt, haar juist een hele betrokken en warme persoonlijkheid vond. De prins van Oranje neemt haar taak over. Wat denkt u, is hij goed voorbereid? Ja, absoluut. Dat hebben we hier in Katwijk ook. Hij is gezien. Hij is hier bijvoorbeeld geweest om een hele dag mee te lopen, om zich te oriënteren van hoe werkt de ruimtelijke ordening, hoe kijken gemeenten daartegen aan, hoe zijn andere overheden daarbij betrokken, wat voor dilemma's spelen er. Hij verdiept zich er enorm in, weet er ook echt heel veel van. En hij heeft er ook merkbaar plezier in. Dus ik denk dat wordt ook een goed koning. Katwijk is een zeer koningsgezinde gemeente met 4 actieve oranjeverenigingen. Koninginnedag wordt hier dan ook altijd uitbundig gevierd.
Dit jaar wordt 30 april vanwege de inhuldiging wel een zeer speciale dag, die in Katwijk toch niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Nee. Het is natuurlijk voor iedereen een hele grote verrassing. Dus dat betekent van ja, je moet wel even omschakelen. Van jongens, welke elementen die we altijd hebben, die blijven nou gewoon staan. En wat moet je er extra aan toevoegen of anders doen om het bijzondere karakter van deze dag te benadrukken. En daar gaan we ook als gemeente met de Oranjeverenigingen over praten. We hebben in het college er al over gehad. En wij willen zeker dat er iets bijzonders van gemaakt wordt. Want precies zoals u zegt, we zijn een Oranjegezinde gemeente. En dat mag je best laten merken op zo'n dag. Elk feestje kost geld. Moet het uit de buidel van de Oranjevereniging? Of zegt de gemeente, nou wij hebben nog een potje. En wij helpen die Oranjevereniging dat feest organiseren. Nou, we gaan in ieder geval de vraag niet uit de weg om te kijken van kunnen we op de een of andere manier ook financieel daar nog iets mee doen. Tegelijkertijd, we weten allemaal dat we in een tijd van bezuinigingen leven. Het zou ook een beetje raar zijn om nu plotseling te zeggen van oh jongens, we trekken kasten met geld open. Maar we gaan wel kijken van hoe kunnen we er iets moois van maken zonder overdreven geld uit te gaan geven. Er is ook een traditie dat heel veel gemeentes een koningslinde planten. Gaat de gemeente Katwijk dat ook doen? Dat zou heel goed kunnen. We hebben dat ook gedaan bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Dit is ook weer een bijzondere aanleiding, dus we gaan het er in ieder geval over hebben. Het zou heel goed kunnen om die traditie ook weer hier een volgende generatie te geven. Ook de Oranjeverenigingen hadden niet verwacht dat koningin Beatrix nu haar aftreden bekend zou maken. Plannen dat zij 30 april met haar familie Koninginnedag zou vieren in Noord-Holland versterkte dit gevoel. Vandaar dat ook zij blij verrast werden. Ja, voor mij, voor ons als Oranjeverenigingen ook. Het hing natuurlijk een beetje in de lucht. En als Oranjevereniging hadden we al langere tijd rekening gehouden met de mogelijkheid van de troonswisseling. Maar ja, toen we eenmaal wisten begin dit jaar dat de koningin op 30 april twee plaatsen zou gaan bezoeken, hadden we zelf een beetje rekening gehouden van nou, dit gaat dit jaar weer voorbij. En toen kwam het toch als een complete verrassing. Katwijk is een zeer koningsgezinde gemeente. 4 actieve Oranjeverenigingen. Dan gaat die 30 april toch niet zomaar voorbij. Nee, dat denk ik ook niet. We denken erover na. Wat ik daarover kan vertellen is nog niet veel. Maar we hebben wel inmiddels elkaar opgezocht als Oranjeverenigingen. We gaan goed met elkaar om in deze gemeente. Maar dit is wel het moment waarop je dan met elkaar eens gaat kijken van nou, hoe kunnen we nou toch nog wat dichter tegen elkaar aankruipen. Onze bestaande programma's een beetje in verbinding brengen en daar eigenlijk de kroon van de kroning opzetten. En ja, die ideeën die moeten nu loskomen en daar werken we hard aan. Aan wat voor ideeën moeten we dan denken? Een dagvullend programma of net zoals in 2002 pas starten met de activiteiten als de televisieuitzending gestopt is? Ja, dat is natuurlijk lastig. De televisieuitzending die dag, dat is een heel prominent iets. Daar willen veel mensen naar kijken. Aan de andere kant hebben we ook kunnen vaststellen van ja, we zijn in 1980, hadden we nog niet al die technische voorzieningen dat we dat even makkelijk terug konden kijken op onze iPad of later op programma gemist. Dus heel veel mensen zullen nu ook gewoon naar dit soort uitzendingen kijken op het moment waarop ze dat zelf schikt. Dus onze programma's, denk ik, die zullen er toch wel op gericht zijn op een gewone horizontale programmering waarin we de hele dag vol programmeren. En het unieke moet dan zitten in die verbinding. En ja, daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Nou, het is februari inmiddels. Wanneer kunnen jullie zeggen, we hebben een programma waarmee we de boer op gaan, waarmee we de burger gaan informeren? Ja, dat moet snel. Ik denk niet in termen van weken of maanden, maar meer in termen van dagen. We hebben vanavond toevallig met elkaar gesproken en elkaar gevonden zeg maar op een hoofdlijn. En die hoofdlijn die zal gedeeld moeten worden met de gemeente. Dus er moet snel een afspraak gemaakt worden met de burgemeester. En daarna dan moeten we een beetje de grenzen van de ook financiële mogelijkheden leren kennen. En dan moeten we snel aan de slag, want het is zomaar 30 april. Hoofdlijn, een klein tipje van de sluier. Ja, nee, ik heb ook echt nog geen klein tipje van de sluier, want alles staat of valt met A, financiën, B, met mogelijkheden, want we zijn niet de enige in Nederland die dit extra willen vieren. Maar het allerbelangrijkste, en daarvoor ben ik daar ook echt wel heel verheugd naar vanavond, is dat we eigenlijk met z'n vieren zeggen, we willen het ook gezamenlijk oppakken, we willen die rode draad erin brengen en we willen echt die kroon op ons alle feest zetten, zodat Katwijk er toch op een positieve manier afsteekt, zeg maar, ten opzichte van heel veel andere gemeentes. 29 aanmeldingen van bands kreeg de organisatie van Haringrock 2013 binnen. Daarvan zijn er uiteindelijk 6 geselecteerd die op het oudste festival van Katwijk mogen spelen.
Wel moeten zij aan één voorwaarde voldoen. Alle bands hebben tenminste één Katwijkse muzikant. Haringrock is een festival wat eind jaren 80 is ontstaan door Katwijkse muzikanten en opgezet. Wij hebben daar een nieuwe dimensie aangegeven door meer de band te kunnen promoten. En puur ook kiezen we voor Katwijkse muzikanten en bands die hier actief zijn. En uiteindelijk een podium te bieden en ja, te presenteren aan het publiek. Het is wel belangrijk dat we dus verrassend uitpakken, ook nieuwe bands uiteindelijk de kans geven om het aan het publiek te laten zien, maar ook zeker de classic bands van vroeger. Haringrock vindt dit jaar op 29 juni plaats op de boulevard als afsluiting van de visserijdagen. Tot slot gaan we nog even naar het Katwijkse strand. Daar is opnieuw een huiler opgevangen door de EHBZ Katwijk. Een huiler is een jonge zeehond die op het strand of op het wad ligt en zijn moeder is kwijtgeraakt. De term is afkomstig van het klagelijke geluid dat het jonge dier dan soms voortbrengt. Hier ziet u Leen van Duin die de dieren opvangt en daarna naar zeehondencrash Pieterburen brengt. Het aantal aangespoelde zeehonden is de laatste tijd bijzonder hoog. Dit zou te maken kunnen hebben met de hevige wind. Tegen de harde stroming kunnen de jonge zeehonden niet op, waardoor ze uiteindelijk afdrijven. Dit beestje dat, volgens zijn geboorteinstinct natuurlijk, wordt geboren op de zandplaten. Is nu zijn moeder kwijt en je ziet het. Kruipt natuurlijk, spoelt ergens aan, is meegekomen met de stroming. Vermoedelijk vanuit de zuiv vandaan. En dat is nu aangespoeld. En dat kruipt dus weer de voorduintjes in. En wat gaat er nu verder gebeuren met hem? Hij gaat nu naar Pieterburen. We gaan hem eens voeding geven en dan gaat hij naar Pieterburen. En wat gaat daar? Wat is het vervolgplan voor Pieterburen? Vervolgplan? Nou ja, eerst natuurlijk medicijnen. En daarna eten geven. En dit beestje moet gewoon aansterken. Het duurt wel een week of 10 voordat dit beestje weer uitgezet wordt. En hebben jullie het nou druk de laatste weken met dit soort klusjes? Ja, de laatste weken is het volop huilers op het strand. Voor Zuid-Hollandse begrip toch wel veel meer dan andere jaren. Okay. Het is elke dag wel bingo. En tot zover dan het RTV Nieuws. We zijn er aanstaande maandag om 8:30 weer. Tot die tijd kunt u het nieuws blijven volgen op nieuws.rtvkatwijk.nl. Graag tot volgende week.